Hallo, ik ben Michelle, wereldwijd voor Linda Nieuws uit België. Ik ben op zoek gegaan naar allerlei plastische chirurgische ingrepen die in België gedaan worden. De bekendste, de voornaamste. En nu ben ik onderweg naar Goes Oogcentrum, vlakbij Antwerpen, om een interview te houden met dokter Frank Goes junior, die mij meer gaat vertellen over ooglidcorrecties. Mijn naam is Frank Goes, ik ben oogarts. Ik ben werkzaam in Antwerpen in België. We doen ogen- en ooglidcorrecties. Ik heb mijn opleiding gehad in België voor oogziekten, maar nadien een fellowship oculoplastische chirurgie in Rotterdam in Nederland. En sindsdien doen we redelijk veel ooglidcorrecties hier in een privécentrum buiten het ziekenhuis in Antwerpen. Ooglidchirurgie is zeker een heel belangrijk deel van de plastische chirurgie in België. Vooral omdat het allereerste deel van het lichaam waar je naar kijkt als je met iemand praat zijn de oogleden. En een laaghangend ooglid, een ooglid dat naar buiten staat, een ooglid dat naar binnen gedraaid is of een overtollige hoeveelheid van huid of vet zijn zeker storende elementen in het uitzicht van iemand. Dat verklaart zeker het succes van ooglidchirurgie. Uit een enquête die een paar jaar geleden hier in België gedaan is door Testaankoop, blijkt dat 16% van de vrouwen ten opzichte van 18% van de mannen ooit eens iets aan zichzelf heeft laten doen in de vorm van plastische chirurgie. De meest gedane ingrepen zijn laserbehandelingen, liposucties en dus ook ooglidcorrecties. Ik denk dat het in België ook een heel bekend fenomeen is, net als in Nederland ondertussen.